Het wijzigen van het kiesstelsel moet met hoge prioriteit aangepakt worden om een bestuurlijke crisis te voorkomen. NDP-parlementariër Rabindra Parmisser haalde vandaag in de vergadering van de Nationale Assemblée aan dat zo'n crisis niet bevorderlijk zal zijn voor de verdere ontwikkeling van land en volk. Parmisser vindt dat actie vanuit de regering op zich laat wachten, gezien het constitutioneel hof sinds augustus 2022 een uitspraak heeft gedaan in zaken het kiesstelsel. We zijn thans 6 maanden verder en geen voortvarende aanpak regeringswege om invulling te geven aan de uitspraak. Het enige wat wij regeringswege hebben begrepen is dat er de Soviste Commissie is geïnstalleerd die met voorstellen zal komen. Er is een tussentijds rapport, begrijpen wij, maar ze moeten nog maanden verder aan de slag. Het rapport is niet gedeeld met het parlement, alweer mogen we gissen. Wat is het honorarium aan de commissieleden? Wat is toegekend? Zullen we dat een keertje ook als hoge uitzondering die informatie krijgen? Parmisser vraagt ook op welk termijn het parlement een wijzigingsontwerp tegemoet mag zien vanuit de regering. Hij benadrukt dat er met grote voortvarendheid hieraan gewerkt moet worden, omdat er rekening gehouden moet worden met de verkiezingen van 2025. Omdat we rekening moeten houden met de verkiezingsvoorwaarden dat kandidaten minimaal 2 jaar voor de te houden verkiezing op een adres ingeschreven moeten staan. Staan wij er stil bij dat wij uiterlijk 25 mei 2023 de gewijzigde kiesregeling moeten hebben goedgekeurd om te voldoen aan deze voorwaarden? Maar sterker nog, wij dienen gevolg te geven aan de grondwet, waarin dwingend wordt voorgeschreven dat er om de 5 jaar algemene, vrije en geheime verkiezingen moeten plaatsvinden. De minister van Binnenlandse Zaken was voortvarend bezig hoofdstembureaus te installeren volgens het oud concept. We hebben gewaarschuwd en gelukkig is er ingegrepen. Inspanningen dat BISA zal samenwerken met OKB heeft menigeen de wenkbrauwen doen fronsen. Zie commentaar van mevrouw Silos. Wanneer beginnen de nationale consultaties? We missen een plan van aanpak, zodat we tijdig alle voorbereidingen kunnen treffen voor eerlijke, geheime en zeer transparante algemene verkiezingen uiterlijk 25 mei 2025. Parmisser vraagt van de regering dat zij duidelijk en uitvoerig ingaat op de kwestie betreffende de wijziging van het kiesstelsel.